Het Balkonfestival is een festival waarbij de balkons van de stad centraal staan. Dus waarbij de kleine, unieke podia gebruikt worden om verhalen van de stad te vertellen. Muziek van de stad te laten klinken. Dit is het balkon van Concordia. We hebben er twee. En Sebastian en Iris, jonge theatermakers, die gaan hier spelen op het Balkonfestival op 9 juli. En het leuke is dat het publiek op een bijzondere manier binnenkomt. Gaan we nog niet precies beklappen hoe, maar het wordt niet op het toneel gespeeld, maar juist op de balkons. Net even andersom. Hey Audrey, wat betekent het Balkonfestival voor jou? Het festival betekent voor mij allereerst heel erg veel, want ik vind het ontzettend leuk om te doen, om de stad eigenlijk in de spotlight te zetten. Want als je dan omhoog kijkt, zie je heel wat anders. Maar ook juist dat we de muzikanten de mogelijkheid geven op een hele bijzondere plek op te treden. En vooral ook dat we samen naar de wijk gaan en verhalen uit de wijk ophalen om te kijken wat we daarmee kunnen doen. Dan heb ik één voor jou. Okay. Waarom balkons? Nou, dat zijn gewoon unieke, echt unieke mini-podia. En die zijn allemaal verschillend en je hebt ze voor het oprapen. Soms heb je een hele flat vol, allemaal dezelfde. En dan moet je zien dat er toch iets verrassends op plaatsvindt. Of je hebt een heel romantisch balkonnetje voor een romantisch muziekje. Dus je hebt eigenlijk al je eigen entourage, je hebt al je decor, je hebt een stukje stad. Waarom ben je dit project ooit begonnen? Ik liep over de Oude Markt hier achter ons en toen keek ik omhoog en toen zag ik balkon van Concordia, andere balkonnetjes. En toen dacht ik ineens van, zou het niet leuk zijn om dan de ramen open te zetten en mensen op de balkons en dan toet op de een en daar een operazangeres. Toen dacht ik, dan heb je eigenlijk een beetje een soort concertzaal zo hier op de Oude Markt als je dan naar boven kijkt. Ja, dat vond ik zo ontzettend leuk. Zo is het begonnen eigenlijk. Waar kijk je dit jaar het meeste naar uit? Ik kijk heel erg uit naar het resultaat van de reunie van de Wesseltjes met prachtige muzikanten en een lekker feestje in de wijk. En de verrassingswandeling op de zondag natuurlijk. Maar ja, het is een verrassingswandeling. Precies. Waarom zou iedereen een keer naar het theater moeten gaan? Wat is jouw? Oh ja, theater is zo magisch, vind ik altijd. Vroeger als kindje zat ik op het puntje van mijn stoel en er was nog heel vaak het gordijn dicht. En het moment dat zo'n gordijn dan open gaat, dat vond ik al van die spanning en de verwondering wat daarachter zit. En die magie van het theater, dat is anders dan televisie. Dat is live met elkaar meemaken, iets intiems, iets unieks. Dat is altijd gebleven. Balkonfestival. Kom naar het Balkonfestival. En laat je verrassen.